in mij en ik ben al naar L'Occitane ontbijt geweest. En dat ga ik jullie nu laten zien. Maar ik ga ook nog naar een aantal andere afspraken en daar ga ik ook weer filmen. En ik had net al gefilmd, maar dat was niet goed gegaan. En mijn camera heeft echt moeite met focussen. Focussen. Ik loop nu naar het Sloterdijkstation. Ik kan het wel maar niet vinden. Dus. Dus ik heb er gewoon weer gelopen, wat ik meestal doe. 20 minuten. En ik zie Amsterdam Sloterdijk. Ik wil Google bedanken voor het uitbrengen van de Google Maps app. Dat ik niet meer met de kaarten app hoef van de iPhone. Want die app werkt fantastisch. Dus ik ben er. There it is. Nou, ik ben nu met Charlotte. En Charlotte die gaat een hele mooie website voor me maken. En het logo is al af. En nu zijn we de verdere plannen aan het maken. Lekkere Starbucks erbij. Een klein rondje Amsterdam. Ik ben dus geweest Haarlemmerweg, straat. Toen naar Sloterdijk. En nu loop ik in Oud-Zuid. En Oud-Zuid mensen. Daar gaat dus naar Factor & Gambler. En ja, dat is dus met de buurt van Peterhoofd en Van Baardenstraat waar Inglot zit. En nou, dat is erg leuk. Dus ga ik daar even kijken. Het is een open dag, dus kan ik gewoon binnenlopen. Wow. Nou, ik ben op weg naar mijn vierde en laatste afspraak in Haarlem. Het was ook gewoon open dag, dus je kon binnenlopen. Maar het is nu 4:15. Het kan tot 5:00. Dus ik ben een beetje laat. Ik hoop niet dat ze aan het afbouwen zijn en dat ik dan nog kom. En ik moest naar Haarlem Spaarnwoude. En ben ik gewoon een half te vroeg alweer uitgestapt in de trein. Dus ik denk, weet je, raar station. En toen zag ik dat ik echt in, ik weet de naam niet eens meer, het was een hele rare naam, ik ken het helemaal niet. Dus ik weer wachten. Gelukkig zeg maar 5 minuten in de trein, maar toch, 10 minuten is iets voor mij echt. Heaven must have sent you. Omdat ik dus vanuit Haarlem naar huis ging en toen regen het keihard en het waaide keihard en ik liep met mijn paraplu daar. En toen dacht ik eigenlijk, dit moet ik filmen, maar dat gaat natuurlijk niet. Nou, het was ook helemaal verregend en mijn goodie bag viel uit elkaar en ik zat echt zo van, oh. Dus toen had ik er niet echt zin in om nog wat te vloggen. Ik pak deze keer niet de goodie bags uit, omdat er heel veel producten bij zitten die nog een embargo hebben. Dus die komen pas in maart uit, dus daar mag ik nog niet over praten. En ook, ik moet zeggen dat ik het toch al steeds moeilijker vind de goodiebag uit te pakken. Omdat het toch een beetje als opscheppen voelt. En dat heb ik hetzelfde met, ik doe geen stash updates meer omdat ik dat niet fijn vind. En shoplogs vind ik ook steeds moeilijker worden omdat ik er niet wil mee opscheppen, weet je wel. En ja, het is gewoon een dilemma waarmee ik zit. En ja, het voelt niet altijd even goed meer. Toch
dan worden jullie misschien jaloers op mij. En dat wil ik helemaal niet. Dus laat maar weten wat jij daarvan denkt. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik heb wat minder gefilmd omdat het allemaal zo chaotisch was. Ik had 4 afspraken. En ja, dat is gewoon veel. Dus ik was heel erg bezig met alles uitzoeken. Telkens welke tram ik moest nemen, welke bus ik moet nemen, hoe ik moet lopen. Dus dan, ja, en ook omdat ik alleen ben. Weet je, normaal ben je met iemand anders en die houdt dan ook rekening met hoe je loopt. Dat je niet verkeerd gaat of zo. Maar als je alleen bent, is dat anders. Dus vandaar. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende keer.